Maatschappij dit 2. Politiek. Hoofdstuk 3. Kabinet en regering. De regering. De regering bestaat uit de koningin en de ministers. Het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. Regering en kabinet is dus niet helemaal precies hetzelfde. Na de verkiezingen wordt er een nieuw kabinet geformeerd. De kabinetsformatie. Hoe komt een regering tot stand? Tot kort geleden had de koningin een grote rol in de formatie van een nieuw kabinet. Tegenwoordig is het initiatief vooral bij de Tweede Kamer. Het doel van de formatie is wel hetzelfde gebleven. Dat is dat enkele partijen gaan samenwerken die het eens zijn over het beleid en een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Maar in een democratie heb je altijd eerst verkiezingen. Dit was de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De kiesdeler. Op woensdag 12 september 2012 mochten zo'n 12,6 miljoen mensen stemmen. 9,4 miljoen daarvan hebben dat ook gedaan. Dat was een opkomstpercentage van 74,6%. Als je dan wilt uitrekenen hoeveel stemmen jij moet hebben voor één stoel in de Tweede Kamer, dan deel je het aantal uitgebrachte stemmen door 150. Dat is het aantal beschikbare zetels. Dat betekent dus dat je zo'n 63.000 stemmen moet hebben voor één stoel in de Tweede Kamer. Als je dan ook weet hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen, kun je dus uitrekenen hoeveel zetels een partij krijgt in de Tweede Kamer. De partij met de meeste stemmen, de VVD in dit geval, 2,4 miljoen stemmen, zal dus ook de meeste zetels krijgen. Als je dit allemaal hebt uitgerekend, kun je dus de stoeltjes verdelen. Soms komt het niet precies uit, soms wel. Uiteindelijk worden alle 150 plekken verdeeld. Als een nieuwe Tweede Kamer is gekozen, dan begint de formatie. De Kamer is aan zet. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft na de verkiezingen gevraagd aan een verkenner om het debat over de verkiezingsuitslag voor te bereiden. Bij deze verkenning gaat het eigenlijk om twee doelen. Er moeten partijen gevonden worden die het in grote lijn eens zijn of zouden kunnen worden over het beleid. En de partijen moeten samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Vervolgens begint de informatie. De verkenner brengt verslag uit aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Vervolgens worden er informateurs benoemd. Hun taken zijn meningsverschillen oplossen als die er zijn, en als dat gelukt is, een coalitie vormen, en als laatste moet er een regeerakkoord opgesteld worden. Als je het allemaal hebt gedaan, dan moeten ook nog de baantjes verdeeld worden. De formateur wordt nog steeds benoemd. Werd eerder benoemd door de koningin, zoals hier nog staat, maar wordt dus nu benoemd door de Tweede Kamer. En de formateur mag dus in feite gewoon de banen gaan verdelen. De formateur is dus al bekend. En de formateur mag natuurlijk zichzelf het mooiste baantje geven. Dat van minister-president. Als hij alle anderen heeft gevonden, dus alle nieuwe ministers en staatssecretarissen, dan is het kabinet compleet. Het kabinet krijgt meestal de naam van de minister-president. Dus momenteel is dat Rutte 2. Een formatie kan iets zijn van de lange adem, maar het kan ook heel snel gaan. De laatste formatie ging heel erg snel, terwijl de vorige formatie juist heel erg lang duurde.
Het wereldrecord formateren is in handen van België, die meer als 1,5 jaar over een formatie hebben gedaan. Wat is dan de verhouding tussen de regering en het parlement? Het nieuwe kabinet vormt het dagelijks bestuur van ons land. Zij worden gecontroleerd door het parlement. Ministers zijn nooit lid van de Tweede Kamer, want anders zouden ze over hun eigen wetten kunnen stemmen en dan zouden zij zichzelf moeten controleren. Het parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer en hun belangrijkste taken zijn bespreken van stemmen over wetsvoorstellen en het controleren van het kabinet.